Hallo mensen, welkom bij Binding of Isaac. Laatste keer hebben we met Isaac, waar is die? Hier. Hij probeert Shaw, de duivel, te verslaan, maar ik heb een beetje te veel... Ik had heel veel hartjes, maar ik heb een beetje te veel stomme damage gekregen. En een van jullie had gevraagd hoeveel Maggie zou proberen. En Ian Kuiper was het. Had gevraagd om mij Maggie te gaan spelen. Dus ik ga het eens een keer proberen. Eens kijken hoe het gaat. Nou, een sleutel en een gouden kist, maar ik heb helaas geen bommen om het te pakken. En wat kijken we? Oh my god! X-ray gargoyles, dat is fantastisch. Dan heb ik geen bommen nodig om secret rooms te checken. En zoals je daar ziet, laat gelijk de secret room zien waar het is. En ook nog het gelijk openmaken. En waarom schiet ik die in een nap niet? Die zit als een spinnen te spawnen. Maar goed, ik speel Maggie. Maggie heeft extra hartjes en de jamhart, dus dat is wel een voordeel. Het enige echte nadeel wat ze heeft, ze is langzaam, zoals je daar zag. Dus ze kan heel moeilijk dingen ontwijken. Dus ik kan heel veel damage krijgen. Oh, heel veel geld. Dat is heel fijn. We hebben nog maar 5 cent nodig. En hebben we genoeg voor de shop. Het enige wat we nu nog nodig hebben is een sleutel. Maar ik, niet dat we de gogs hebben, kunnen we ook de secret room vinden. En die staat meestal op random plekken. Dus kijken of die misschien hier beneden is. Yep, daar beneden is die. Stomme. Spin even mijn jam had, maar even eten. Ik kan die weer chargen. Zo, en we hebben de hoef, dus oh, dat is gelijk geweldig. Dus ik heb nu een speed-up, dus nu ben ik zo snel als Isaac zelf. Dus dat is fijn. En wat hebben we hier? Rastiki. Dus ik kan kiezen voor Rastiki, meer kans op sleutels of een speed-up. Dat is lastig om te kiezen. Ik denk dat ik toch misschien liever de speed-up hou. Oh, ik heb een bom nodig, echt. Ik heb geen bommen, ik heb geen sleutels. Weet je wat? Ik heb toch liever wat meer sleutels. Misschien kijk ik wel bij de baas een speed-up. Dat zou wel fijn zijn. Want zover ik weet, ik had het opgezocht. Isaac's speed is normaal 100. En die van Maggie is 85. Maar als je naar de andere karakters gaat, zoals Kane of Samus, hun speed is 135%. Dus hun speed is veel hoger. Dus, maar we vechten nu tegen de Widow. Je moet een beetje... Oké, goed zo. Je kan een beetje ervoor zorgen dat hij zijn eigen kinderen kapot springt. Alleen is het niet zo leuk als hij te veel spinnen doet spawnen. Ik moet ook een beetje opletten met de ruimte wat ik heb of hoe lang ik speel. Maar mijn harde schijf is een beetje vol. Want ik heb helemaal vol met opnames zitten. Wat... Oeh, zo hard. Wat helemaal vol zit voor de ganse week. En die moeten we nog allemaal verwerken. Ik heb nog niet echt tijd gehad om het te verwerken. Maar goed, we hebben de baas verslagen. En we krijgen dus alleen een range up. Zodat we gewoon tranen verder kunnen schieten. Nou ja, we kunnen helaas niet andere dingen doen. Geen bommen, geen sleutels. Maar wel wat geld. Dat is wel fijn. Dus het enige wat we nu kunnen doen is verder gaan. Zoals je daar hebt gelijk gehoord, heb ik gelijk de secret room. En oh my god. Dit is een veel betere. Dit is een van de beste trinkets. Cancer. Het is misschien een verschrikkelijke ziekte, maar dit is de enige spel waar het positief is. Het verdubbelt je tranen. Maar nu zegt wat, al is je tranen helemaal max, het verdubbelt het. Dus je schiet veel sneller. Dat is heel erg fijn. En oh, hier hebben we wat villende bloedzakken. Moet je altijd een beetje mee oppassen hoe ze schieten. Want je kan ze altijd nog... Ze schieten... Sorry, een beetje weer concentreren hier. Want ze schieten heel vaak rechts. Dus ze schieten heel vaak welke kant jezelf moet schieten. Ah, dat is weer zo'n kamer. En ik heb geen bommen om die sleutel te pakken of voor die kist. We hebben wel de shop gevonden, maar we hebben helaas geen sleutel voor het open te maken. Oh, dat die me zag. Dat wist ik niet. Ik heb even die zo schijn. Nou, die kan aardig schijn schieten, zeg. What the hell? Kan hij door de steen zien? Dan moet hij normaal niet kunnen zo schieten. Maar dat ook nog langzamer. Dat is wat lastig. We hebben een tarotkaart gekregen. Dus de world. Dat laat alles zien waar alles staat. Dus die bewaar ik me nog even tot ik een betere kaart kan krijgen. Weer een gouden kist waar we geen sleutels voor hebben. Dus wel de poep kapot schieten. Nee, ook geen sleutel uit. We hebben ook geen sleutel voor naar de itemroom te gaan. Dat ook nog. Dus... Ah, stomme vlieg. Het is gewoon vervelend dat je langzaam bent. En weer helemaal niks gekregen. En nog een gouden kist waar ik geen sleutels voor heb. Het spel zit bij mij echt te trollen. Ik heb heel veel geld. Ik kan ook niet naar de shop. Ik kan nog één kamer gaan zoeken voor sleutels. En vingers gekruist dat het erin zit. En het is gewoon... Wait, en zo te zien is in deze level ook geen secret room. Dus we hebben geen sleutels en geen bommen gekregen. Dus het enige wat we nu nog kunnen doen is tegen de baas vechten. Misschien nog naar de curse room. En we vechten tegen Gemini. Oh, het is een super Gemini. Ook nog. Dus ik weet niet of je meestal wat extra's krijgt bij Gemini. Maar sinds de laatste tijd hebben we veel superversies geunlocked. Dat we Isaac al best wel vaak uit hebben gespeeld. We kunnen nu ook al naar Isaac zelf gaan. Of naar de Shoal, de duivel. We kunnen hem proberen te verslaan. We moeten het even afwachten. Ik heb eigenlijk niet eens ridderen dat ik ze me echt unlocked heb. Heb ik Mom's Heart al 10 keer verslagen? Moet ik het dadelijk eens even nakijken. Oké, hij is dood. Nu komt hij op mij af. Hij moet je een beetje oppassen, want hij kan random kanten op gaan als je op gaat schieten. Dus je moet altijd een beetje oppassen met hem. Als het je lukt om hem op één plek te laken, dan kan het vrij makkelijk zijn. Dat is een beetje lastig. Lastig te raken ook. En ik heb geen damage opgekregen, dus het kan ook wel even duren voordat ik hem dood heb. Hij is gelukkig langzaam, hij is niet snel. Dat is wel het voordeel. Dus de superversie. De normale versie was daar veel sneller dan hem. Hij is niet echt snel. Oké, dat is een beetje dat ik hem vast heb op één plek. Dat is wat je juist moet hebben. Hij is bijna dood en wat gaan we dan krijgen? Dat is de vraag. De code hack. Dat is eigenlijk weer een tearsap, toch? Yep. Dus we hebben hele snelle tranen. Maar ik ga dan toch even naar de curse room. Misschien kan ik daar wat leuks uit krijgen. Want daar kan we een devil room krijgen. We kunnen Zoroaster uit krijgen. Of we kunnen net zo goed gewoon wat pils krijgen. Wat misschien net zo goed een extra power-up of zo is. Dus ik ga er wel even een hartje voor opofferen. En dat is 1 kist met... Trollbam! Ah! Dus, het spel zit mij echt flink te trollen. Ik heb geen Zoroaster, geen bommen, wel heel veel geld. Maar we moeten een itemroom gaan overslaan. Omdat we geen sleutel daarvoor hebben. Heel fijn is dat. Soms heb je wel zo'n momenten dat hij gewoon een spel heel veel geeft. Andere momenten geeft hij heel weinig. Nou, hier zitten we in de Caves 1. En ik denk dat het spel nu bevroren is. Nou, hij doet het weer. Heel soms bevriest het spel wel eens. Ah, we hebben de secret room gelijk gevonden. We hebben gelukkig heel veel snelle tranen. Dus dat is allemaal wat extra damage. Wat we tegelijkertijd kunnen schieten. Dus weer eentje dood. De laatste turret kapot. Zo. Nou, niks gekregen wat ik heb bij de secret room. Oeh, wacht. Je kunt misschien een leuke trinket uit krijgen. Of het extra soul hearts ook. Dus ik speel even dit tot 15 cent. En hopen dat ik wat eruit krijg. Zover alleen maar wat foutjes wat hij vertelt. En niks. En de laatste keer. Hey, zo hard. Daar hoopte ik op. Dankjewel. En oh, gelijk de itemroom. Ah, kom gratis naar binnen. En we kregen Attack Fly. Dus we hebben wat extra, zeg maar, bescherming. Ik weet niet of hij ook kogels tegenhoudt. Maar het fijne erin is dat hij gewoon wat verder van mij af is. En die doet damage. Vijanden. Ik moet alleen die larve hier killen. Goddammit. Jamhard nemen. Ik had die hartje laten staan. Die dadelijk oprapen als ze moet. Ah, we hebben tittetrak daar. Maar we hebben helaas geen bommen nog steeds. Gelukkig zijn er allemaal blinde larven. En niet die larven zo snel op je afrennen. Die zijn altijd vervelend. Maar op de een of andere manier krijg je die altijd te pakken. Zeker als je Maggie bent. Dan ben je niet snel genoeg om ze echt te ontwijken. Want ze zijn dan veel sneller dan jouzelf. De laatste larve nog killen. Ik dacht dat hij door zou lopen. Maar hij draaide in één keer om. Zo, en weer niks. Oké, ik weet dat er een vol hartje terug is, dus ik ga de curse room weer in met 2 extra soorts. Geweldig. Dus dat is heel fijn. Maar nu moeten we gewoon... Op. Dan kon ik niet echt wat wijken. Want ik ben niet snel genoeg. Die zijn allemaal... Hey, een sleutel! Geweldig. Ik heb me tenminste even naar de shop gedaan. Ik ga dat ze die kunnen vinden. Ah, dit zijn de larven die zo snel op je afrennen als je die doorpast. Als je op een bepaald afstand bent, dan zien ze je niet. Maar als je dichtbij genoeg gaat, zoals dat, dan rennen ze keihard op je af. En dan stoppen ze niet tot ze tegen een muur aanboksen. En als je niet snel genoeg bent om ze te ontwijken of om ze te killen, zit je in problemen. Oh, dit wordt lastig. Oh mijn god, ik duwde die vliegtrek in me. We hebben hier een super versie. Super vliegende hoofd. Of een champion worden die meestal genoemd. En nog een sleutel. Miniamat nemen, even lekker vol HP. Er zijn weer wat vervelende tools. We hebben de baas gevonden. Dus dat is een groot voordeel. Oké, die is dood. En dan nog de laatste turret. Maar we gaan nog niet naar de baas. Want ik wil graag nog de shop gaan vinden. Dat zou ik heel graag willen vinden. Die gaat open. There we go. Ah, ik krijg helaas niks. Maar ik heb 2 sleutels. Dus we kunnen misschien een kist gaan openen. Of... ja, dat is zeker weten de shop. En hopelijk zit misschien daar de Mitre of de... Book of Revelation. Als de Book of Revelation daar zit, dan is... hebben we eindeloos source of... nails. Dit is gelukkig een vrij simpele kamer. Je kan gewoon lekker botjes met ze lopen. En als je tranen snel genoeg zijn, kan je ze ook makkelijk van je afhouden. En gelukkig zijn die niet die snelle. Die snelle zijn tenminste, als ze ook nog een oog op zich hebben, dan lopen ze veel sneller. Hé, nog wat sleutels. Nu is het spel wat sleutels aan het geven. Oh, wat mini-doeks die altijd vliegen spannen. Kijk of die tong kapot kan schieten. Zo, kapot. Zo hard, geweldig. Heb ik nodig. Ah, dat is een golden chest, maar ik heb geen bom om erbij te komen. En deze kamer loopt helaas dood. Oké. Hoe had ik geluk. Bijna erin gelopen. De laatste. Vliegkillen. Die moeten niet in de buurt zitten, want het zijn bombflies. Nog een sleutel. Oh, ik krijg heel veel sleutels nu. Het enige wat ik nu nog wil is bommen. Dat zou ik nu heel graag willen. Oh, gelukkig zit hier blinde larven in. En niet larven met ogen, want dan vliegen ze op me af. En ik heb niet damage genoeg om ze te killen. Nu, waar zouden de shops zitten? Dus ik denk de maps hier zou de shop boven zitten dus. Maar we hebben, we hebben heel veel hartjes liggen. Dus als we een arcade konden vinden, kunnen we wat extra geld ermee verdienen. En dan moeten we gewoon nog even afwachten. Dus ik denk dat de shop misschien hierboven dan moet zitten. Oh, we hebben wel de item room gevonden. En de secret room met een rode kist met pillen. Oké, pil 1. Geen teleport alsjeblieft. Tears up. Oh, nog sneller. Oké, en de blauwe pil. Nee, dat wilt niet. Blauwe pil. Ben jij teleport? Nee. Ah. I found a pill. Dus ik ben hier geïrriteerd. Oh god, moet je eens naar bekijken. Nou, laten we eens de item room checken met... Oeh. Deze geeft om de zoveel tijd een pil. En dat is weer de retarded pil. Waar ik niks aan heb. Maar goed, het kan wat goede pillen geven. Dus ik denk dat ik het een tijdje ga houden. En ik heb wat extra sleutels. Dus ik ga deze gauw een keer willen openmaken. Oh, is dit... Oh yes, dit is een speed-up. Geweldig. Dat heb ik echt nodig. Dat is gewoon een voordeel met gouden kist. En dan gaat die sleutel. Maar waar de hel is de shop dan? Zit de shop dan toch helemaal beneden? Of zit hij aan de rechterkant van de map? Van dat ene vakje wat ik niet heb gecheckt. Dat kan ook nog. Moeten we even gaan kijken. Maar ik ben blij dat ik wat speed-up heb gekregen. Want dat heb ik echt nodig. Yep, hier gaat hij door. Dus we kunnen hier... Ik vraag me af, doe die pils om de 6 kamers of om de 3 kamers een pil krijgen? Dan kunnen we snel genoeg achterkomen als ik... Oké, het is best 6 kamers. Hey, bom! Eerste bom van vandaag. En ah, ja, yes, er is een arcade. En dit is hard ik van love. Dat ze gewoon... Als ze helemaal om je ontsingelen, kan je niet echt ontwijken. En zeker niet als je damage niet hoog genoeg is om ze in één keer te killen. Dus... Ik ga nog niet naar de arcade. Ik wil eerst de shop gaan vinden. Oh, en ik zie nu pas dat we in XL zitten. Ik merk dat nu pas. Dus ik moet zeker weten de shop. Want er zijn 2 vloeren samen. Waarom denk ik dat nu pas? Dat is echt weer een de mode moment van mij. Ik moet gewoon even die larven killen. En dan hopelijk kunnen we dan snel de shop vinden. Zo, dat is een hartje. Heel veel hartjes zijn er. Zo, die zijn dood. We hebben ook wat mini-doeks. Dus kijken of ik gewoon die TNT kapot kan schieten met hun opblazen tegelijkertijd. Ja, en nu die. We hebben eigenlijk de shop gevonden. Hé, hey, bom nummer 2. Wat heeft de shop te bieden? Het is freaking Greed. Waarom Greed? Ik haat hem. Hij kan al mijn geld kwijtraken als hij bij damage doet. En ook hij doet ook nog happers spannen. Hou met die happers spannen. Ah, zoals je daar bedoelde, als je raakt, raak je gewoon geld kwijt. Ik moet gewoon zo snel mogelijk killen. Oké, hij is dood. Ik heb wat geld teruggekregen. Ik weet dat er genoeg hartjes in de map liggen. Dus ik ga dadelijk een beetje gokken. Dan kijk of ik wat extra's uit die gokmachines kan krijgen. Ik heb nog steeds de secret room nog niet gevonden. Dus die moet ik ook nog gaan zoeken. Maar goed, ik ga even gokken en dan zie ik jullie weer zometeen. En ik ben weer terug. Zoals je hier kan zien, ik heb weer de poep op mijn kop gekregen. Dus Tekela of Spekela, dat ik wat het heet. En ik heb hier een Turtle Heart liggen. Die had ik ook nog eruit gekregen, die ga ik niet oprapen. Ik speel nog één keer dit. En kijk, niks. Dus ik heb wat bommen en een golden key gekregen ook nog. Dus ik kan nu alles openmaken gratis. Dus dat ga ik zeker weten doen. Ik ga nu gewoon alles verkennen. Want dat lijkt me gewoon het handigste. Hé, daar is een pil. Dat pil is ook een tearsap. Ik heb ook nog een tearsap gekregen. Yep. Dus mijn tearsap is denk ik nu helemaal maximaal. Mijn god, dat snelle tranen. Hele snelle tranen zijn dat. Alleen dat is één nadeel. Als ik dat tegen Isaac ga gebruiken, als ik zo ver kom, dat is dan heel lastig te verslaan. Elk traantje wat je op een schiet, schiet hij tranen naar jou toe. En dus als je zo snelle tranen als ik heb, is hij heel lastig te verslaan. Maar misschien gaan we het proberen of we gaan naar Shoal toe. Want ik wil eerst Shoal nog verslaan. Oké, wat voor pil gaan we krijgen? Oh, weer de blauwe pil. Het is de zesde keer dat ik die blauwe pil heb. Waarom die blauwe pil? Goed, we gaan nu gewoon langzaam richting de baas toe werken. En als we dat hebben gehaald, en er liggen nog extra hartjes tussen de map door, ga ik die zeker weten proberen. Oh wacht, hier is nog een dingetje. Maar ik heb al cancer, dus daarom heb ik ook zo snelle tranen. Dus ik blaas hem gewoon op. En dat is weer een extra half hartje, altijd fijn. Hier hebben we een super versie. Oh, met een pil waar ik niet aan kan komen. Daar moet ik vliegen voor hebben. Maar ik heb geen vliegen. Ah, weer 5 cent. Hebben wij nog genoeg geld voor de volgende shop al. En hier ben ik al geweest. Dus nu gaan we... Weet je wat, ik ga gewoon richting de baas. We hebben nu alle twee de secret rooms gehad. Dus ik ga gewoon nu direct naar de baas toe. Ik heb lekker voor HP. Oh ja, ik kan nu die tintendraak tenminste oprapen. En dan krijg ik een sleutel uit. Geen Zoroaster, jammer. Het zou fijn zijn als we Zoroaster konden krijgen. Maar goed, we gaan nu tegen de baas vechten. Hopelijk kunnen we een deal met de duivel kunnen krijgen. Dat zou heel erg leuk zijn. En dat is Gurdy. Super Gurdy, normale Gurdy. Oké. Maar door mijn zo'n snelle tranen moet het vrij makkelijk gaan. Alleen een beetje zijn tranen ontwijken elke keer als hij gaat schieten. Dat is een uppercut. Auw, niet zo snel. Hij knippert te veel, dus de tranen zijn afleiding. Oh, dat is net nog op tijd gegaan. Maar hij is al bijna dood. Maar ik heb er wat damage gegeven, dus we krijgen eigenlijk geen deal met de duivel. Oh nee, we zitten ook nog in de XXL-vloer. Maar hij is dood, dus we moeten ook dubbele bazen gaan bevechten. De poep op mijn hoofd is verdwenen. En we krijgen Budget Boy, dat is alleen maar geld. Dat we alleen maar geld krijgen. Nou goed, we hebben genoeg geld voor de volgende shop. Dus we gaan gelijk verder tegen de volgende baas. En wie is het? Pestilence. Dus we krijgen als eerste... Cube of Meat. Gaan we krijgen. Nu moet ik gewoon zo heel veel tranen schieten achter elkaar. En hoop dat hij een beetje uit mijn beeld blijft. Hij is juist uit mijn range. En die appenkijk. Dat haal ik juist niet. Nu als ik hem gewoon hier naar beneden kan schieten. En hij niet te veel appenkijk kan schieten en spant. Oké, zijn hoofd is eraf, dus hij spant geen wormen meer. We zullen nu alleen vliegen. Dus niet zo makkelijk. Mijn god, zo'n snelle traan heb ik nog nooit gehad. Zoveel achter elkaar. Dus als ik gewoon heel veel naar voren loop, is gewoon een soort shotgun effect. Gewoon heel veel tranen tegelijkertijd. En we hebben onze Cube of Meat. Nu goed, ik ga nog heel even teruglopen en alle hartjes oprapen om weer vol te raken. En dan gaan we gewoon weer verder. Oh ja, er is toch een gouden kist op de map. Die moet ik ook nog pakken. Laat me deze kamer nog even ontdekken wat hier aan zit. Oh, kwaad. Voor die moet ik oppassen. Die ene die geeft Psychic Tears. Of Telepathy Tears worden die dan genoemd. Die gaan automatisch op je af. Zie je, die draaiden om. Nou, zoals net. En dat moet niet gebeuren. Even die Champion head gaan kapot maken. Mijn god, wat een tranen overal. Nou, een sleutel en een bom. Was wel de moeite waard. Maar ik ga nog even naar die gouden kist. Want ik wil graag weten wat erin zit, want ik heb de golden key. En de golden key zorgt ervoor dat je alles gratis kan openmaken en je houdt al je sleutels. Dus dat ga ik zeker weten doen. Alleen moet ik daar even toe komen en doordat het een XL vloer is, is het natuurlijk wat extra... Oh, hier ben je nog niet geweest. Dat is een beetje vervelend. Oké, even niet schieten. Oké, nu mag ik wel schieten. Hier wat stenen weggeblazen. Fijn. Zo fijn als je die bomflies kan gebruiken om andere vijanden kapot te schieten. Nee, ik heb heel veel tralen in. Een beetje lastig tussen die stenen door te schieten. Hé, hey, een bom. En dan moet hier die golden chest zitten. Ja, en ik heb gelukkig genoeg bommen om daaraan te komen. En wat zit erin? Een HP-up. Haha, geweldig. En hier beneden moet een hartje zitten, toch? Yep, een vol hartje. En dan komt net zo goed die laatste kamer. Dus kijk wat hier al zit. Oh, dat is een simpele. En een kist in het midden. Dus dat is een goed voordeel. Die moet ik redelijk snel kapot hebben. Ik schiet zoveel tranen. Yep. En een pil. En dat is weer een Tears-up-pil. Oh mijn god. Oh fuck, waarom doe ik eten? Met Q. Met Q duwen. Oepsie. Een bom wasted. Maar ik heb gelukkig genoeg bommen. Oh wacht, ik kan een pil roepen. En het is weer een Tears-up-pil. Heel veel Tears-up-pil. Ik weet niet hoe snel mijn tranen nu zijn. Dit is eigenlijk gewoon het snelste wat het kan zijn. In het hele spel. Nou, we hebben 2 bommen teruggekregen. En een beetje extra geld. Dat is altijd handig. En ik ga toch dat hartje op in de secret room. Het halve hartje. En dan gaan we gewoon verder. En nu dat we ook een XL vloer zitten. Dan slaan we eigenlijk ook gelijk 2 vloeren over. We lopen wel 1 shop mis. Dat is het vervelende. Maar je hebt wel wat sneller klaar. Dat je gewoon 2 bases tot elkaar hebt. En de vloer is extra groot, dus je hebt ook wat meer kans om wat sleutels en bommen en zo te krijgen. Of heel veel damage te krijgen en je bent lekker snel dood. Kan ook. Want het ziet er wel positief uit. Alleen wat er echt ontbreekt is nog damage up. Dat zou ik het liefste willen. We zitten nu in de depths. Dus, oh nee, nee, niet die harten. Oh crap. Oké, harten moeten dood, harten moeten dood. Snel. Dit gaat bij dood worden, denk ik. Oké, dat ging net ook goed. Ik haat maskers. Ik haat ze echt. Die gaan zo hard op je af en je moet de harten kapot schieten om ze te killen. Ga weg, ga weg. Ja, zoals je dat zag. Kon ik gewoon niks tegen doen. Ik moet dat... Oké, hij is naar hier naartoe nu. Nu kan ik op de hart schieten. Ga niet weg. De ene hart rent ook altijd weg. Van je, dat is zo lastig. Hou op met verstoppen. En ga dood. Ga weg van je eigen masker. Nou weet je wat, ik ga de worldcard gebruiken. Zo, nu zie ik gelijk waar alles is. De shop, de item room en alles. Dus hopelijk kom ik geen maskers meer tegen. Maar dit is ook een hele vervelende kamer. Die spawnt heel veel balzakken. En bomflies. Maar oh ja, ik heb nu de poep over. Dus vlieg hoef ik geen zorgen meer over te maken. Dus daar hoef ik geen zorgen meer over te maken. Behalve bomflies, die kunnen we wel nog damage doen. Hé, een halve hartje. Dat is altijd fijn. En... Oké, span jij maar de vliegen. Vliegen doen we toch geen damage meer. Behalve... Dammit! Behalve die dan. Die doen we wel damage. En dat is vervelend dat er gewoon zo'n bomfly doet gewoon een heel hartje damage. Dat is gewoon het vervelende daaraan. Zo. Even die mini doek nog nooit killen. En... 2 bommen voor de prijs af 1. Yes, please. Dat is altijd een goede deal. En weer heel veel van zo'n dingen. Nou, het zijn beter dan die maskers. En ontplof, ontplof. Ah, ik had gehoopt dat hij bij hem zou ontploffen. Maar hij draaide zich om. Oké, die is dood. Dat muntje in de midden ga ik niet pakken. Want dan kan niet zonder damage te krijgen. Dat pakken, dan ben je dubbel damage kwijt. En een sleutel. Nee, dank je. Kan ik ook niet pakken. Oh god, weer maskers. Dit gaat mij dood worden. Waarom? Waarom doe je me dit aan? Oké, dan zie ik erom, zie ik erom, zie ik erom. Oh mijn god. Ik ga dit hier spelen. En hoop dat ik... Oh yes, soul hearts. I need them bad. Kom op, geef me soul hearts. Oh wacht, hem kan ik ook nog geld geven. Hallo, manfriend. Jou geef ik geld en jou geef ik geld. Oké, dus geef een goede item. Heb je iets goed voor me, mijn banvriend? Een hartje. Geweldig. Heb ik echt nodig. En bommen. Oké, is goed, shop. Ik ga gewoon hem geld geven. Ik heb hartjes nodig. En het is... Pils met... Hey, 2 andere pils die ik niet ken. Deze. Tears down. Maar mijn tears was toch al helemaal gemaxed. Dus ik maak geen verschil. En deze. Balls of steel. Dat is geweldig. En die 2 blauwe pillen heb ik niks aan. En goed, ik speel deze nog 4 keer voor wat extra soul hearts te krijgen. Dat heb ik echt wel nodig. You will die one day. No thank you. Oh my god. Geweldig. Hier krijgen we dus een kaart of een soulkaart mee. De Emperor. Dat brengt me naar de baas. Brengt me deze. En dat is dus wel fijn. Maar ik moet deze maskers gaan killen. Nu als ik gewoon snel die hartjes kapot kan krijgen. Met mijn Tears Raid. Dat zou geweldig zijn. Maar de kans lijkt heel klein erop. En de maskers houden ook nog mijn tranen tegen. Dit gaat ik denk ik niet halen. Het zou een wonder zijn als ik dit ga halen. Oké, nog eentje te gaan. Nu als ik hem gewoon goede tranen op me schiet van afstand. Maar dat masker staat in de weg. Oké. Net nog gehaald. Oké, wat is de item? Chubby! Dat zorgt ervoor dat we meer hartjes krijgen. Of kans op meer hartjes te krijgen als we kamers kleren. Dus net zoals Child's Heart geeft het gewoon zoveel procent meer kans op hartjes. En dat heb ik echt wel nodig. Want ik heb letterlijk nog maar 1 hartje. Dus 2 hits of een bom. En I'm dead. Zo, ik zou nog heel graag naar de shop willen gaan. Maar, of naar de secret room. Daar werk ik nu maar naartoe. Wat hebben we hier? Trollfire. 2 ervan en een bom. Dat heb ik het liefst. Kom op, nog een keer zoiets. Ah, bouwzakken. Bouwzakken hoef ik hier. Geen zorgen. Zo. Ah, trollbam. Waarom een trollbam? Waarom? Aquab. En waiting. Aquab. Ik tel al die. Woe! Oké. Oh, waarom? Waarom doe je me dit aan? Oké, beneden. Oké, op. Nee. Helaas, ik ben niet gered. Ik ben door Epicac baby's gedood. Ik had heel veel... ik had wel wat goede items, maar ik had gewoon geen damage opgekregen. Ik had wel wat redelijke items gekregen, maar niet echt wat ik nodig heb. Ik had wel een goede speed, een goede tears up, maar als je niet genoeg damage op krijgt, dan heeft dat ook niet veel zin. Nou ja, ik ga volgende keer misschien nog Isaac of Blue... Ik ga volgende keer Blue Baby spelen. Dat ga ik volgende keer doen. Zoals jullie weten, als je ons wil helpen met ons kanaal te groeien, deel deze video. En laat een like achter als je dat leuk vindt. En laat ook gewoon zien hoe geweldig dit spel is. Dus dan zou het wel fijn zijn als je dit zou delen. En zoals jullie weten, zie ik jullie weer volgende weekend. Het komt 2 keer per weekend. Het kan ook kans zijn dat het ook als 1 keer per weekend komt. Of 1 keer per dag. Op, zoals vandaag. Want ik had te weinig tijd om op te nemen. En dan zie ik je weer de volgende keer. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.